Yo kijkers van de V-Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Skywars. We gaan vandaag lekker spelen. We beginnen in de map Trees. Kijken of wij hier van de bomen kunnen winnen. Nee, we moeten natuurlijk gewoon tegen mensen spelen. We gaan natuurlijk kijken of we kunnen winnen. Mocht je er nou weer zin in hebben, vergeet alsjeblieft om alvast een like aan te klikken. Bijvoorbeeld dank. En ik ga natuurlijk mijn best doen om te winnen. Maar of het gaat lukken? Nou. Deze keer is nog niet eens zo heel slecht, Duffy. Daar heb jij wel gelijk in. Even kijken, we trekken... Oh, we hebben gewoon meteen een volledig armor setje. Oh, we hebben gewoon twee golden apples, dus dat is ook niet verkeerd. We hebben een klein beetje bouwmaterialen, maar niet zoveel. Maar het is wat, and you must be happy with what you get. Het enige probleem nou is dat wij niet zo heel veel hout hebben. Oei, had ik hem er bijna af kunnen flikkeren. Haha. Zegt hij ok. Ik weet niet, hij praat Spaans of zo, denk ik. Tihi en Vadio Petty. Ja, ik vind het ook, jongen, weet je. Het is ook gewoon niet eerlijk, het leven. Het is gewoon Inventio Lipati. Le Vritere de Raticate. Het kan ook Italiaans zijn. Ik heb werkelijk maar geen flauw idee wat er gezegd wordt. Ik vind het ook allemaal hartstikke mooi wat ze zeggen. Nee. Ja, ha. Denk het lekker niet. Laat het niet doen. Hoppakee, we maken dit een beetje netjes. Oeh, mis. Oké. Wat ik nu ondertussen doe is ik geef even een golden apple eten. En dan ga ik nu deze kant op. Gewoon snel. Hij staat nu toch stil. Hij heeft namelijk te druk bij typen volgens mij. Doei. What the fuck? Hij gooit nog dingen omhoog. Nou ja, weet je, voor mij mag je. Maar ik weet niet wat die fan deed. Maar hij stond gewoon letterlijk een beetje AFK. Zo van, weet je wat, ik kan ook gewoon gaan typen en zo. In ieder geval, daar leek het tenminste op dat hij dat van plan was. Maar wij leven natuurlijk nog en daar gaat het uiteindelijk om. Dat wij in leven zijn, dat de rest doodgaat. Ja, dat klinkt best wel cru, maar maakt helemaal niet uit. Zo is het tenminste wel. Er leven nog 4 mensen, dus ja, let's freaking go. Ik zag iemand net alweer met wat iets van sneeuwballen daar of niet. Nou, hij heeft een Enchanted Stone Sword, of een Enchanted Iron Sword heb ik ook. Dus het klinkt op zich allemaal best wel spannend van... Oh, een Enchanted Iron Sword, levensgevaarlijk, weet je wel. Terwijl je het zelf eigenlijk ook gewoon hebt. En dan denk je zo van, oh, als dat alles is, nou ja... Go. En we hebben hem ook nog down. Are you kidding me? De computer die golden apple. Jawoel. Oké dan. We gaan... What the... goddamn. Waar komt hij in één keer vandaan? Dit is te veel. Of toch gewoon niet. Duffy wint gewoon het eerste potje. What the freaking hell? Oh my god. Wat een hectisch potje. Maar de eerste winnen zijn we binnen. Yes, mensen. Ik zie jullie weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Trees. Niet omdat ik deze map zo super fantastisch vind, maar dat ik hem weer speel. Maar het is echt ontiegelijk druk in de Skywars lobby. Ik weet niet waarom, maar elke game die er is echt binnen echt 5 seconden helemaal vol. Als je ook op het bordje klikt, staat de hele tijd, you're already connected to the server. Het is gewoon echt ontiegelijk druk. Het lijkt wel alsof iedereen opeens Skywars aan het doen is. En ik zag toevallig een map komen. Ik zag hier van groen bordje. Ik denk, ik klik er gewoon op. En toen zat ik erin, toen dacht ik van, oh... Maar deze heb ik al gespeeld. Maar ja, aan de andere kant, ach weet je, wat maakt het nou uit of je nou een map 2 of 3 keer speelt of 26 keer. Als je maar leuk fun hebt, daar gaat het om uiteindelijk. Zullen we daar iemand hebben staan die net op tijd zijn gear aantrekt? Hij heeft ook een boog. Hey, ophouden. Ho. Ophouden. Kiekeboe. Hij komt naar mij toe, joh. Wat ben je aan het doen? Hey, Hendrik. Doei, hè? Faggot. Moet je maar niet naar mijn eiland toe willen komen om mij te gaan verslaan. Jongen. Mensen, sorry dat ik af en toe dan even stilval. Hè? Jullie weten natuurlijk wel wat er gebeurt. Dan ben ik me ontiegelijk hard aan het concentreren om te winnen. Terwijl ik hier op iemand loop te knallen als een gek. Gaat dood. Gaat... Iemand flikkert het gewoon af, letterlijk. Iemand flikkert het gewoon af. Gewoon... Wat? Ja, dat doe ik zelf ook wel eens. Dat ik gewoon in één keer naar beneden flikker. Daar niet van. Daarom is het ook niet zo super bijzonder. Maar mijn HP is wel super bijzonder low. Maar het zag er wel grappig uit. Weet je, dan zie je iemand rennen dan een keer. Hoppakee, ik flikker naar beneden. Doei. Hier liggen wel eieren in waar ik mee kan gooien. Ik heb gewoon allemaal dingen nodig waar ik mee kan flikkeren op het moment. Want de enige manier hoe ik denk iemand op dit moment eraf krijgt is door eraf te gooien. Oeh, dat is toch wel een beetje een paniek die vent. Dat is het probleem. Hij heeft nog pijlen, ik niet. Hey, ophouden. Ophouden. Wij klimmen gewoon een boom in. Ik weet niet of dit zin gaat hebben, maar... Mis! Haha!
Oké, okay, nou, hij heeft voor mij geen al best geschiet. Ik zit nou toch veilig 100%, dat weet ik toch zeker, dus... Ik ga een eipel gooien. Ah! Ik weet niet waarom ik dit deed, maar ik denk dat dit zin gaat hebben. Ik heb echt geen flauw idee. Als die vent slim is, deed hij het water uit, maar goed, dat doet hij dus niet. Laat maar gewoon serieus omhoog komen. Are you kidding me? Nee, oké, deze vent is echt ontiegelijk noob. Ik weet niet wat er gebeurt dat ik de map 3 speel en dat ik zo ver kom keer op keer. Want het is nu weer 1 tegen 1. Maar of er zijn heel veel noobs in de game op het moment. Of ik speel goed. Ik hoop natuurlijk dat het tweede dat ik goed speel, maar... Het lijkt naar mijn mening of er heel veel noobs online zijn, want zo goed ben ik nou ook weer niet. Laten we eerlijk zijn. It. Oeh, daar heb je paniek aan, meneertje. Oh, it. Oh. Oh, hij heeft ook een pijlenboog. Dat is minder. Dat is gewoon minder. Iemand zegt, hoi, durf ik zo even zeggen. Hallo. Dus dat is aardig natuurlijk om even iemand te groeten. Oh, ik win. Wat? Ik win al. Lol. GG. Dat is alweer win nummer 2 vandaag, mensen. Weer op de map 3. Ik kan er niks aan doen. Maar ja, we winnen gewoon weer. En ik zie jullie natuurlijk weer in het volgende potje. Yo, kijkers. Daar ben ik weer in de map Candy. Kijken of we natuurlijk onze winst voort kunnen zetten in de map Candy. Ik moet zeggen, heb ik eigenlijk ooit wel eens 2 winst achter elkaar gehaald? In hun games wel, ja. Maar in Skywars? Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij niet. Maar is het gewoon een record voor mij? Oh, zit ik nog vast? Of niet? Nee. Oh, ik wil net zeggen, zit ik nou vast of wat dan ook. Maar we zijn los, we kunnen door. Ik neem dit ook mee. Ik ben alleen voor mij een beetje langzaam op dit moment met looten. Maar ik kan er ook niks meer aan doen. Weet je, ik ben gewoon langzamer dan de rest. Ik heb gewoon meer moeite ermee. Nee hoor. Oké, zet dit daar neer. Doen we die of zo. Zetten we deze daar neer. Hop, hop. Zo. Oké dan. Ik denk dat wij nu ons invredelijk netjes hebben. Dat ik hier net op tijd zag wat deze meneer hier wou gaan doen. En dat wij hem dit keer eerder kunnen hitten. Holy damn. Hij wou duidelijk naar mij toe gaan komen. Maar daar heb ik mooi een stokje voor kunnen steken. Hoppatee, man down. Dat dacht ik dus ook even, meneer. We gaan niet mij killen. Goh. Okay, misschien met een beetje mazzel hebben we misschien wel gekild. Ik weet het niet. Ik zag ook in één keer dat ik al een keer erg low was. Natuurlijk, een boog doet toch best veel damage met als je de power op hebt zitten. Maar goed, ik ben wel lekker sneller en ik heb hem down. Daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Thanks voor je blocks. Heb ik nou eigenlijk nog wat beters van hem gekregen? Ja, eieren, maar voor de rest, nee. Oké, nou ja, goed, wij gaan rustig door. We moeten gewoon de game onder controle houden. Gewoon rustig kijken. Weet je, dus we hoeven natuurlijk niet als een debiel in één keer mensen te gaan vermoorden. Weet je. We kunnen ook gewoon rustig aan een beetje kijken. Weet je, kijken wat mensen aan het doen zijn. Noem het allemaal maar op. Dan moet het goed gaan komen. Oké, daar schrok ik toch eventjes van. Maar het ging goed. Het ging goed. Ik zie ook in de chat team staan. Dus waarschijnlijk wilde iemand gaan teamen. Terwijl iemand weer alles mist. Wat ik natuurlijk helemaal niet erg vind. Die gooide die wel nice. Dat moet ik toegeven. Hij gooide die nice. Ik wou hem eigenlijk, had ik gehoopt dat ik hem eraf zou schieten, maar het is niet gelukt. Nou ja, dan niet, weet je. Dan gaan we wel gewoon hem opzoeken. Go Duffy. Is hij dood? Hij is dood. Oké, we hebben weer een kill gemaakt. Oh yes. Oké, we hebben daardoor golden apples gekregen. We hebben daardoor ook een body gekregen. Ik zie ook dat we diamond leggings hebben, mensen. Maar we moeten eerst even rustig eten. En rustig betere gear aan gaan trekken, want dat mag nu ook wel eens. Iron boots. En wacht, hier zit protection 3 op. Oké, hebben we verder nog iets beters? Volgens mij niet. Volgens mij is dit het beste wat wij tot nu toe hebben. Wij zien daar iemand met iron. Wij zien daar iemand met shitty gear. Kan ik er vanaf hier raken? Ik hoor ook dat de pijlen op mij worden geschoten, mensen. Oh, no worries, ik heb het door. Vanaf freaking daar. Gekke man. Hoppatee, hit jongen. Wat denkt dan, jongen? Dat je mij kan hitten of zo, jongen? Ik schiet nu... Ik spring er nog zelf bijna af ook. Het is een beetje gevaarlijk, Duffy. Nou is het oude hoer is nou afgelopen. We gaan nou serieus spelen. Oké. We kunnen door naar dit eiland toe. Dit is een free doorloop, als het ware.
Kan ik dat aanraken? Nee. Damn it. Vanaf nu? Yep. Oké, okay. Dan kunnen we ook hier naartoe. Dat is ook wel makkelijk. Kunnen we in ieder geval naar het volgende eiland toe. Moeten we nou alleen even spieken. Want ik zie dus daar iemand met full iron. Oh, die wil schieten. Holy bananas. Oké. Okay. Dit had ik even nodig. Even een klein beetje safety. Want oh my god, wat was dit gevaarlijk. Maar goed. Wat ik dus nu doe is even dit zo. Een kiekeboe. Even kijken. Hij is degene die op mij aan het schieten is, right? Yep, dat is hij. 100%. Kom op. Kom op. Oh. Hop, 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 hop. Nee, dat heeft helemaal geen zin. Oké. Er leven namelijk nog 4 mensen. Ik weet namelijk niet of hij nog een boog heeft of niet. Hij heeft, voor mij heeft hij nu een diamond sword in zijn handen. En hij heeft nog steeds een boog. Oké, daar heeft hij zichzelf mooi voor mee verraden. Dankjewel. Dus ga ik hier weer veilig in zitten. Peekaboe. Oké. Hoe gaan we dit doen? Want deze kerel... Natuurlijk het slimste is... Oeh, daar beneden is ook iemand. Oké. 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 Het is deze kerel moet je eigenlijk zorgen dat hij zoveel mogelijk pijlen schiet. Waardoor hij dus geen... pijlen meer heeft natuurlijk, waardoor ik uiteindelijk door kan gaan. Maar kijk, zoals je ziet, ik weet niet hoeveel pijlen deze man heeft, maar het ziet eruit dat hij voorlopig nog genoeg heeft. Denk ik. Hij heeft nog steeds pijlen, zie je dat? Hij kan nog steeds schieten, dus die pijlen van hem die raken maar niet op. En ik heb toch weer een blokje bij kunnen zetten. We hebben wel weer een hit gekregen, maar goed, dat maakt me dan niet uit. Oké, we blijven nu even rustig hier wachten. Zo is het ook gehurkt, maar weet je... Eigen rust HP regen. Ik hoef alleen maar achter me even in de gaten te houden. Want er zitten dus 2 voor me. Eentje zit helemaal daar. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Maar ik zie in ieder geval daar een klein naampje. Dus dat moet verder goed komen. Even kijken. Hij zit daar ook nog steeds. Oké. Okay. Terwijl we daar ook iemand hebben die hier nu zijn cave uit is gekomen. Het lijkt wel alsof deze vent geen knockback heeft. Heeft hij dus wel. Oké. Okay. Natuurlijk begint meneer ook weer op ons te schieten. Ik weet niet of dit een team is wat van elkaar of iets. Maar... Het lijkt een beetje zo, omdat ze gewoon een beetje tegelijk mij aanvallen. Maar goed, misschien is het logisch dat ze mij aanvallen. Ik heb natuurlijk geen flauw idee wat dat betreft. Ik heb me weer gehit. Nou ja, weet je, één zo'n pijl doet me niet zo heel veel. Het probleem alleen is, kijk, dit soort dingen, weet je. Ze zitten nu toch met z'n tweeën en dat is toch even lastiger dan 1 iemand. Oh, nice bro. Oh, nice bro. Ga eraf, joh. Goed zo. Oké, we leven nog steeds... Oké, er wordt een ei tegen ons aangeflikkerd. Nou ja, dat mag. Weet je, een ei vind ik niet zo heel erg. Eigenlijk wacht tot hij het pad afmaakt. Kijk in je bek, kijk in je bek, kijk in je bek. Nee, kijk in je bek, jongen. Hij is toch iets aan het bouwen, man. Gekke man. Oké, dit moet genoeg zijn geweest. Voor de cross. Wat gaat hij doen? De vraag is alleen nu aan mij, wat gaat hij doen? Gaat hij het afbouwen of niet? Ga nou eens af, man. Oké. Ik moet hem eraf mappen. Hoppatee. Oké, die is eraf. Goed, dat is 1 eraf. Hoppakee. Goed, ik leef nu nog met hem natuurlijk. Er zijn nog wel meerdere mensen, maar... Oeh, we waren zo close bij hem. We waren zo ontiegelijk close bij hem. En toen gebeurde dit dat we misschoten. Maar nu slaan we hem alsnog eraf. Haha, hoppakee. Oké, het is nu een 1 tegen 1. En die kerel is in het midden. Oké, hij is een soort van fort aan het bouwen, of zo lijkt het wel. Wat op zich lastig kan worden. Want wij moeten natuurlijk de oversteek maken naar het midden toe. En hij zit dus nu met pijlen boog op ons te knallen. Oké. Okay. Moet je in de loop schieten, jongen. Dan kan je maar eraf schieten. Zo niet, dan lukt het je niet. Ik vind het leuk dat hij pijlen boog heeft. Maar zolang je mij niet kan hitten, is niks aan de hand natuurlijk. Oké, hij hitte me goed. En daarom heb ik verloren. Ja, weet je. Hij was in het midden terecht. Hij had dit hier helemaal weggehaald. Heel moeilijk om bij hem te komen. Hij heeft het goed gespeeld. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Skywars. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet niet om op abonneren te klikken. Laat lekker wat in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk morgen weer te zien bij een nieuwe video. Later, mensen.